Wat is dit allemaal? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ja, die walvis. Die walvis. Die walvis is niet zomaar een walvis. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Voldy. En vandaag ben ik weer terug met de Spiksplinter aflevering van Trials of Magic. En vandaag gaan wij weer lekker aan de slag. Maar voordat we aan de slag gaan, gaan wij natuurlijk nog even een standbeeld neerzetten in de kamer. Tot nu toe staan deze standbeelden Vasilier, Presage, Panamir en Etheldrion. Dat zijn de drie, de vier. Dat zijn de vier mensen die in deze kamer staan. Maar in de volgende kamer staat een varkentje. Het cadeautje van Laura. Maar we hebben ook nog heel veel ruimte hier voor meer standbeelden. Dus we gaan vandaag een standbeeld toevoegen. En we doen er vandaag twee toevoegen. De eerste die we gaan toevoegen is Jesper Trooper. Dus ik ga eventjes hier invoeren. Jesper Trooper. En sculpt. En bam. Daar staat Jesper Trooper. En we gaan eventjes kijken. Zijn reactie was om weer een toffe video. Eigenlijk zoals altijd. En ik wil ook best een standbeeld in de boom zijn. Hopelijk kan ik je vinden op de YouTube Gathering. Nou, dat hoop ik ook. Maar dat komt vast wel goed. En dan had ik hier nog een reactie van Bavano Games. En die zegt, echt weer een super coole aflevering. Maar al jouw video's zijn super awesome natuurlijk. En ik zou ook super cool vinden als de stambel van mijn Minecraft in staat. Minecraft naam Bavano. Dus Bavano, jij komt hier aan deze kant tegenover. Bavano gaan we nu even toevoegen. Bavano. Sculpt en bam. Oh. Bam! En daar staat Bavano. Zo, en wij hebben weer twee nieuwe bewoners van onze boom. En ik heb trouwens ook wat extra verdiepingen uitgehakt. Deze is nog niet zo, zoals je kan zien. Maar er zijn toch weer wat extra verdiepingen allemaal erbij gekomen. Hartstikke tof, maar vandaag gaan wij verder met de Trials of Magic. En jongens, en ik ben nog steeds op zoek naar Emile en naar Thomas en naar alle andere overlevenden die ook uit de walvismobiel zijn gevallen. Dami en ik zijn natuurlijk al een hele tijd hier. En we wonen hier nou al best wel goed. Maar we missen nog steeds de rest. Ik heb trouwens wel met Laura. Laura die is langs geweest. Met Laura heb ik de arena afgemaakt. Dus ik kan binnenkort de Gaia Spirit gaan spawnen. Want zij heeft gezorgd dat ik een beacon kan maken. Dus dan kunnen we daartegen gaan vechten hier in de arena. Maar we hebben Emile en Thomas nog steeds niet gevonden. En dat is niet goed. Dat is totaal niet goed. Ik heb al wel iemand anders gevonden. Ik heb een Wesley gevonden. Die woont hier een eindje verderop. En oh nee, het is nacht. Oké, laten we snel een draak zoeken. Morgoth, waar ben je? Heb je hier zo? Oké, we hebben de supply drop. Hier in de boom. Maar goed. Hoe gaan we die naar beneden toe krijgen? De boom neerhakken. Dat kan. Dat moeten we maar doen, denk ik. Oké, ik heb er één gevonden. Oké, mooi zo. Daar gaan we. Dat hielp niet. Oh ja, we hebben die dinges omgebouwd naar dinges, dus die vallen niet meer zomaar. Nee, die zijn anti-zwaartekracht. Ja. Oeps. Ja, die hebben een veel groter probleem. Oké, dit is dag 3. In onze supply drop zat een automatisch bouwende bed. Huh? Ja, lenskap. Oh. Oké. In de supply drop zat een automatisch bouwende base. Dus die is bijna af. Ja, kijk eens, hij is bezig. Dus dit is nu ons nieuwe huis, I guess. Ja, denk ik ook wel. Ziet er goed uit. Het is nog niet klaar, zeker. Maar het is te doen. Het is te doen. Goed, we hebben dus eigenlijk geen hulp meer nodig. Nee, dus al het hulp wat onderweg is, ga maar. Als jullie nog steeds hulp nodig hebben, Fantaat Inc. hulpserver is natuurlijk altijd bereikbaar. Ja. Yeah. Dus voor iedereen die hulp nodig heeft en internet heeft, is wel handig, want anders kunnen jullie dit niet zien. Wij zijn altijd klaar voor u, van Vantaart Incorporated. Komt helemaal goed. Oké, doei. Ah, daar zit hij. Maar ja, ik ben dus nog steeds op zoek
naar Emiel en Thomas. En Morgoth is de laatste tijd een beetje vreemd aan het doen. Alsof die familie hoort of zo. Er is iets aan de hand met hem. Het is echt vreemd. Ik denk dat ik binnenkort ook maar eens even moet gaan kijken wat dat precies is. Want het lijkt wel alsof hij iets weet of zo. Misschien zijn er nog meer draken of drakeneieren te vinden. Dat zou natuurlijk best wel tof zijn. Want op dit moment ben ik degene die heel snel kan rondvliegen en kan gaan zoeken naar Emiel en Thomas. Maar de rest kan dat niet zo echt. Dus ja, het is... Ja, we vragen ons toch echt af waar ze zijn en waar we ze zouden kunnen vinden. Ik ga er gewoon vanuit dat ze nog leven. Ik ga er niet vanuit dat iedereen is omgekomen. Want we zijn al zoveel mensen verloren in die vorige wereld. Als we Emiel... Ik bedoel, Emiel en ik waren buddies. We hadden een noedelwinkel geopend vlak voordat dit allemaal gebeurde. Dus ik ga nog maar even op zoek naar alles. Ook al is het midden in de nacht, maakt me niks uit. Ja, de Twilight heeft een hele andere tijd dan de normale wereld. Maar... ik heb gelukkig al... Ik weet niet of ik... Heb ik nog magie? Oh nee, mijn magie is leeg. Dat is niet zo heel handig. Wat is dit voor fort? En dit slechterikken? Het ziet er een beetje verlaten uit. Geen teken van leven, dus laten we maar gewoon verder gaan. Ja, de vorige keer kwam ik Wesley hier volgens mij ook ergens in de buurt tegen. Is dit dat gebied van Wesley? Ja, ik denk het wel. Dit is waar Wesley woont. Denk ik. Het is moeilijk te zien waar hij precies is, want we hebben niet zoveel. Ja, kijk, ik zie daar zijn schapen. Dus dit is het gebied waar Wesley woonde. Dus tot hier was ik vorige keer gekomen met zoeken. Ja, waar zouden ze wonen? Waar zouden ze zijn neergestort? Ik bedoel... Ik kan zo meteen eventjes in mijn map programmeren... Waar wij zijn neergestort. Misschien moet ik daar nog eens gaan kijken. Bij ons gebied. Misschien is dat slim. Oh, volgens mij ga ik richting het gebied waar Alice woont. Maar ja... Ik moet gewoon even al het gebied onderzoeken tussen Alice en ons. Want wij zijn terechtgekomen ergens bij waar Lala nu woont. Ja, wij zijn natuurlijk naar het toilet gegaan daarna. Maar dat is een beetje het gebied waar wij terecht zijn gekomen. En Alice is hier gestrand. Dus ergens daartussen zou je toch verwachten dat Emiel en Thomas dan misschien zitten. Ik hoop dat ze bij elkaar zijn. Want als ze allebei alleen zijn, dan weet ik niet hoe lang ze het volhouden. Hoe lang zal Thomas het volhouden zonder al de technologie die hij had van Taart Inc? Ik zie hier pixies, dus ik denk dat ik in de buurt kom van Alice the Biome. Even kijken hoor. Ja, dit ziet eruit als Alice the gebied. Oh, hier is ook een hoop veranderd sinds ik hier laatst was. Laten we maar even een kijkje nemen. Oké, Alice heeft een nieuw huis gemaakt zo te zien. Ik ga gewoon naar binnen gaan. Ik bedoel... Misschien is ze thuis, Alice. Oh. Dit is een beetje raar. Bobby. In de kelder. Het ziet er wel mooi uit hier. Dat moet ik wel toegeven. We hebben Alice ook al een tijdje niet meer gezien. Misschien moeten we die ook maar eens... Oh. Oké. Okay. Ik laat haar slaapkamer... Oh. Sorry, Bobby. Oké. Dus zij heeft pixies dit keer. Nou ja, beter dan de vorige keer toen we in een kasteel langs kwamen en overal lijken lagen. Oké, ze heeft al wel een... Ze mist er ook. Ze heeft een standbeeld van Thomas en Emil en... Oké. En Laura en Damien. Iedereen is hier. Oh, en natuurlijk meneer Skeleton. Of course. Hoe kon ik die nou vergeten? Nou, het ziet er nou uit dat met Alice in ieder geval alles goed gaat, maar het verklaart nog steeds niet waar de rest is. Dus ik ga even snel maar op de map kijken, denk ik. Oké, ik heb dus de crash site nu geprogrammeerd op mijn map. Gelukkig dat die het nog wel doet. Als we die ook kwijt zouden zijn, dan zouden we helemaal niet meer onze weg kunnen vinden. Maar dat is dus deze kant op, richting het noorden. Dus we gaan maar eventjes kijken... Of we iets tegenkomen als we daar naartoe gaan. Maar ik wil ook een beetje de rest
van de gebieden verkennen. Want ja, wie weet wat we allemaal tegenkomen. Hopelijk natuurlijk Emiel en Thomas, maar ja, je weet het maar nooit. Oké, nou ja, dit is een of ander vaag gebied. Oh, hier komt weer zo'n Tarmcraft gebied. Ik moet zeggen, we zitten echt in een gebied met heel veel van deze magische bossen. Dat is op zich een goed teken natuurlijk voor Laura, maar... Ja, ik weet niet. Ik durf bijna niet meer terug naar Zwijnstein nu nadat de vorige keer alles is opgeblazen. Maar volgens mij is deze week gaan we op excursie, dus dat is ook wel vet. Excursie naar... Ik weet niet eens waar we naartoe gaan, dat heeft ze er niet eens bij gezegd. Even kijken hoor. Ik zie hier ook helemaal niks. Allemaal mijnen, maar... Ik kan me niet voorstellen dat ze alleen nog maar mijn leven. Oké, hier is een stuk oceaan. Ik ga iets lager gaan vliegen. Zodat we goed kunnen zien... Als er bijvoorbeeld een schip of wat dan ook, of een stuk van het schip in het water ligt. Oh, even kijken hoor. Kijk, hier komen we denk ik weer bij het land. Is dit een eiland? Nee, dat is een eiland. Daar hebben we ook niks aan. Oh. We hebben best ver gelopen sinds die crashheid. Dat is nog best wel ver weg. Maar ik heb natuurlijk ook nog eerst helemaal naar Alice gevlogen. Gelukkig heb ik mijn draak bij me. En samen met mijn draak kan ik overal tegenaan. Even kijken. Ah nee, het is nog steeds geen land. Het is nog steeds allemaal zee. Oh, hier begint land. Oh, wat is dit nou weer voor land? Wow, dit heb ik nog nooit gezien. Rare biome, hier nog een vulkaan. Oké. Dat is best wel vreemd. Waar is het land überhaupt? Het is alleen maar zee tot nu toe. Oh, daar begint het gebied in de buurt te komen. Ik wil eerst even dus kijken op mijn map. Oké, als ik hier zo deze kant op ga, dan kom ik wel bij het land. Anders alleen op zee kijken heeft niet zo heel veel zin, denk ik. Oké, we zijn hier bij het land aangekomen. Oké. Kijken of we iets kunnen vinden. Hier zie ik weer een dorp. Zou er hier een teken van leven zijn? En die wel dingen weggehaald. Dat is een goed teken, denk ik. En hier is een woestijn of zo, want het wordt meteen helemaal zanderig. Oh, hier kan je zo makkelijk verdwaald in raken. Oké, zo te zien zijn ze niet in dit dorp. Al hebben ze wel eten weggehaald. Dus misschien zijn ze hier wel langsgekomen. Het eerste teken van leven dat ik heb gehad, wat zou kunnen duiden op Thomas en Emiel. Die zijn... Oh, wacht, er zit een heel banditcamp hier. Jesus. Oh, mijn staf is niet opgeladen. Denk ik. Nee, mijn staf is leeg. Oh. Ik moet ook beter voorbereid gaan. Oh. Volgens mij is dit de jungle. Dit is het gebied. Dit is sowieso het gebied waar wij terecht zijn gekomen, of niet? Nee. Hè? Waarom ligt hier een rand? Wat is dit voor gebied? Oh nee. Morgoth, ik ga jou eventjes hier veilig stellen. Want ik vertrouw het niet helemaal. Wat is dit gebied? Ik kan ook niet meer teruglopen. Waarom? Oh, wat is dit voor magie? Oh nee. Oké, nou dan gaan we maar kijken wat hier aan de hand is als ik niet terug kan. Ik heb alleen maar deze kant voor opgezogen. Wat is er hier aan de hand? Wat is er hier aan de hand, Centaurus? Ik zie kisten staan. Oh, ik kan ook helemaal niks meer. Ik word gewoon dit spoor. Oh, wat is dit?
Wat is dit? Oh, waarom ben ik hier naartoe gekomen? Oh nee. Ik hoor nog steeds verder gezogen naar het midden of zo. Ik ga wel richting die crash site. Zou... Hé, wat zit er in de lucht? Wat zit er in de lucht? Nee, ik kan ook niet stoppen. Ik... Oh nee. Dat was niet goed. Dat is de jungle. Ik moet oppassen waar ik loop. Anders kom ik vast te zitten. Dadelijk zit ik vast in een boom. Oké, hier is de crash site. Kan ik hier even stoppen? Nee, oké, ik mag niet stoppen, maar... Dat is de crash site. Dat is de crash site. En... Wat zit er hier... Oh. Nee, hier is alweer... Wat zit hier in de lucht? Wat zit hier in de lucht? Oh. Wat is dit? Wat is dit allemaal? Wat is dat? Wat is dat? Wat is dit allemaal? Wat gebeurt er? Huh? Wie ben jij? Wat doe ik hier? Waarom staan hier allemaal namen op? Wesley, Marco, Thomas en Emil. Wat? Wat is dit? Emil, fantastic point of view. They're on the dark side now. It's fun, I promise. You can kill some traitors. Pa 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 p